Sta open, ervaar, respecteer en geniet van Remember, A Journey Through Time. Dit is Belmaresol. Ik ben Shanice en ik sta hier met... Sersinho, alias Sissi. Michael. Stacy. Oké, jullie hebben net een show gedaan. Hoe vonden jullie het zelf gaan? Energiek. Prachtig. Goede show, zeer tevreden. Als jullie een hele korte, korte beschrijving zouden geven over waar de show over ging, hoe zouden jullie dat zeggen? Waar het eigenlijk op neerkomt is dat je, wat we duidelijk maken is een stukje zwarte geschiedenis, Afrikaanse geschiedenis. En eigenlijk het belangrijkste, de belangrijkste boodschap is dat je nooit weet waar je naartoe gaat als je niet weet waar je vandaan komt. En ken je geschiedenis. Wat is jullie persoonlijke afkomst? Ik ben een Afro-Surinamer. Afro-Surinamers. Afrikaans-Surinamers, ja. Wist je voordat je hier aan meedoet wel waar je vandaan kwam? Ik ben persoonlijk iemand die me heel erg bezighoudt met mijn roots, mijn afkomst, mijn zwarte Afrikaanse geschiedenis, want ik ben er trots op. Dus eigenlijk in het kader daarvan was het voor mij niet meer dan normaal dat ik mee zou doen aan Untold. Ik zag ze een keertje op, met hun eerste stuk, Untold the Story, op tv in Suriname. En het ging ook over Winti, cultuur, Surinaamse cultuur, Afrikaanse dans. Ik dacht, wauw, hier wil ik ook gewoon aan meedoen. En ja, zodoende ben ik er terecht gekomen. Wordt deze cultuur en alles wat jullie hier hebben overgebracht, wordt dit gemist hier in deze maatschappij, in deze samenleving op dit moment? Nou ja, ik vind van wel, want de meeste jongeren, ze weten niet waar ze vandaan komen, uit oorsprong. En ja, dat wilden we met deze show zeg maar duidelijk maken. En is jullie doel bereikt? Denk je dat het bij dit publiek is overgebracht? Doordat ze bepaalde woorden nog in stand houden, weet je? Zoals neger bijvoorbeeld, weet je, doordat het nog gebruikt wordt regelmatig, dan hou je bepaalde dingen in stand, weet je, waardoor het eigenlijk, weet je, het heeft geen effect gehad dan op bepaalde mensen. Maar ik hoop dat vandaag, dat de mensen die het gezien hebben, een andere beeld en denkwijze zullen hebben over bepaalde dingen die wij lieten zien. De herdenking van slavernij in de koloniën leeft nog steeds op Curaçao. De Antilliaanse helden uit die tijd worden nog steeds geëerd. Wat weten wij van Tula, Carpata, Sablica en Diana? Hoe kwamen ze in opstand en waarom? Waarom waren ze gevangen genomen en vermoord? Ik ben Shaniqua en dit is Shanice. Ik ga nu interviewen Rinshumar alias Kunta. Je deed zo net mee aan het prachtige toneelstuk. Wat was je roeping om hier aan mee te doen? Nou, het is mijn roeping in het leven eigenlijk om iets te betekenen voor de planeet waarop ik leef. En dit is voor mij gewoon een manier om daar een bijdrage aan te leveren. Door mensen door middel van dit toneelstuk bewuster te maken van zichzelf, van hun identiteit. In de hoop dat ze zichzelf op een gegeven moment weer vinden en versterken, van zichzelf leren houden. En ik bedoel, hoe meer liefde, hoe beter, toch? En heb jij jezelf gevonden? Ik heb mezelf al 4, 5 jaar geleden gevonden. Ik bedoel, als puber was ik heel erg op zoek naar, hey, wie ben ik? Ik woon in Nederland. Ik spreek Papiaments. Mijn vader komt van Aruba, moeder van Curaçao. Wie ben ik? En ik leerde niet op school. Op een gegeven moment kwam ik in contact met bepaalde mensen. En dat is alles gebeurd in het leven met een reden. Dat is ook met een reden. Ik ben toen heel erg gaan zoeken naar mezelf. En door middel van zelfeducatie heb ik mezelf echt... gevonden en weet ik wie ik vandaag de dag ben en wie ik wil zijn, waar ik voor sta en waar ik voor ga. Waar is Lea?
je spreekt op dit moment ook heel mooi, net zoals, op je, zoals je op het podium deed. Heb je dit geleerd of is dit uit je hart? Nee, ik doe alles vanuit mijn hart en vanuit mijn ziel en met liefde. Vooral als ik met zulke mooie sisters praat, dat helemaal. Talentvol, ik ben ook blij dat jullie dit doen. Ik heb niet leren spreken. Ik heb mezelf, ik ben een hele lange periode niet naar school geweest. Wil ik niemand adviseren overigens. Maar ik ben daar, ik heb niet stilgezet. Ik ben heel erg bezig geweest met mezelf onderwijzen en mezelf ontwikkelen. Zelfeducatie. En ik denk dat dat een periode is waar ik mezelf zo gigantisch heb gevormd. Dat ik vandaag de dag dus beschik over een vrij brede vocabulaire. Wat jij ervaart als mooi spreken. Ja, echt respect daarvoor. Jullie hebben een toneelstuk gevoerd in een Belmer. Is daar een bepaalde reden voor? Onze doelgroep is, bestaat voornamelijk uit Afro-Nederlandse jongeren. Dus jongeren met een Afrikaanse achtergrond. Dat kunnen Surinamers zijn, Antillianen, Jamaicanen, Ghanese, noem maar op. En het grootste gedeelte van die doelgroep woont toch in Amsterdam Zuidoost, hoe je het draait of keert. Dus het is ook het meest realistische en logische en effectief om hier gevestigd te zijn en hier actief te zijn. Hebben een heel mooi stuk in elkaar gezet. Hebben jullie dit met eigen gedachten gedaan of is het op commando geweest? Nee, gezien onze geschiedenis en onze geschiedenis kennende doen we helemaal niks meer op commando. Alles uit vrije wil. Naast dat we theatershows maken, reizen we ook veel. We organiseren, we zetten uitwisselingsprojecten op waarbij we in contact treden met andere jongeren, net als ons in landen als Engeland, Suriname, Curaçao, Amerika zijn we geweest. We zijn naar Afrika geweest, naar Gambia, noem maar op. En tijdens die reizen doen we heel veel inspiratie op. En het is ook een manier voor ons om weer kennis te vergaren. Want wanneer je in Gambia bent, zie je van, hey, zie je leren over Kunta Kinte. En hoe men daar omging met de slavernij en met de geschiedenis. En zodoende zijn we dus steeds wijzer en rijker geworden aan kennis. Heeft u nog iets toe te voegen voor de kijkers? Ja, ik wil tegen alle kijkers zeggen, knowledge, kennis is iets heel belangrijks. Ik zeg altijd, share what you know and learn what you don't. Dus deel wat je weet en zorg dat je achter hetgeen wat je niet weet, dat je daar zo snel mogelijk achter komt. En als laatste, mijn eigen quote zeg ik altijd, if you believe you will achieve. Geloof in jezelf, je bent een prachtig wezen. Je kan alles bereiken wat je wilt als je er maar voor gaat. Geloof in jezelf. Dank u wel. Dit was Belmer en Zo.